Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. Vandaag gaan we voor de tweede keer mijn broers verjaardag vieren. Dus we gaan vandaag naar stal toe. En dat is maar eventjes. En we gaan even op stap buiten het. We gaan nu onderweg naar stal. Heel goed genederlands. En dan, ja, zien we die daar. Linksaf, wat gereden in de buitenbank. Afzalen, gaan Tessa nog even slobber en supplementjes geven. En dan gaan wij naar huis. Het is vandaag maandag. Vandaag ga ik Vroontje rijden. Blondie wordt vandaag gereden door Daan, als het goed is. Inmiddels best wel heel erg hard. Ik zit op Vroontje. Hebben jullie genoten van mijn mooie overgangetjes? Laat het dan hierboven in het i'tje weten. Dan weet ik of ik het vaker moet doen, ja of nee. Het kan zijn dat we zo weggewaaid worden. Dat hoop ik niet, maar het zou zomaar kunnen. Ik ga vandaag met Vroontje denk ik wat dressuur doen. Eerst natuurlijk wat losrijden en dan kan ik niet te veel aan haar zitten, want dan raak ze in paniek. Ik kan kijken of ik mijn telefoon ergens neer kan zetten, maar ik hoop dat die dan valt en dat ik er nog op ga staan. En dus daarvoor moet ik nog even kijken. Zo, ik heb inmiddels helemaal rode wangetjes. En we zijn ongeveer 30, 40 minuutjes verder. Roodje is busweet en heeft alles ondergekweld. Maar dat betekent dat ze goed heeft gewerkt, dus dat is een voordeel. In het begin ging het een beetje lastig, omdat ze natuurlijk niet de jongste meer is en ook een beetje stijfjes was. Maar daarna ging het steeds beter en kon ik er ook steeds beter aan de teugel rijden. Nu is het tijd om lekker uit te stappen. Dat doe ik denk nog even 10 minuutjes en daarna zet ik er samen met Blondie in de molen. Die heeft dan ook nog eventjes wat extra beweging gehad. Ik heb inmiddels een lam arm. En dan ga ik de hapjes doen, spullen opruimen en dan ben ik alweer klaar vandaag. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En vandaag heb ik les van Bianca. Daar ben ik ook gisteren achter gekomen. Dus anders had ik het al jullie verteld en medegedeeld. We zijn buiten. Yeah. Het is echt heel koud. Heel koud. Ik ga eens snel mijn laarzen aandoen. Blondje opzadelen. En ja, dan de les van Bianca volgen. Wat is dat nou? Hij is er gescheurd. Ik heb een dingetje op. Glenn die was spreekt. Die schrik ze. Oma. Opgelost. Ik zei toch net Glenn die was spreekt. Weet ik, maar je moet even vertellen dat die van Vitaal stijl is. Die is van Vitaal stijl en die gebruiken wij heel vaak voor als paarden een wondje heeft. Of, Ronnie die zichzelf heeft geschuurd. En dat we gesponsord worden door ze. We worden gesponsord, dankjewel Vitalstel. Klopt. Nou, ik ga vandaag Tess weer lesgeven. Het is nu een week of twee geleden, dus eigenlijk vrij kort op elkaar. Vergeleken met de eerdere keren. Vorige keer hebben we gewerkt aan balletjes en meetellen tussen de balletjes. En kijken of we een beetje fijne afstanden op de balletjes gaan krijgen. Dat heeft ze ook geoefend. Dat vind ik namelijk een hele goede basis
voor een parcours rijden. Ik bedoel, als je nog niet goed over een balkje kunt galopperen, want aan een hindernis galopperen natuurlijk ook moeilijk. Dus dan gaan we eens kijken of dat een beetje verbeterd is. Want dat heeft ze met Blondie en met Verona heeft ze dat geoefend, zei ze. En ja, gewoon weer even parcours rijden. Routine krijgen. Dat is eigenlijk heel belangrijk. En dat eigenlijk op de goede manier doen. Dus dat ze zelf een beetje brutaler wordt. En dat ze daarin dus ook meer zelfvertrouwen gaat krijgen. Dan ga ik het vragen. Let op de druk op de beugels houden. Hè? Kom eens, Roos. Roos. Druk op de beugels. Ontspannen knieën. Ja? Zit op je kont. Niet tegen je, ga je jouw benen omhoog. En dan ga je hier met je spoortje eigenlijk een beetje wiebelen. Probeer. Zo, dat. Tikje actief. Ja, niet te. Een tikje, dus in die mini. Goed zo. Tikje erbij. En dan voel je dat je dus, dat je ietsjes motiveert. Ja, kap. Kijk, en dan voel je dat je de hand gaat zoeken. En daarop kan hij nageven. En als hij dat nageeft, dus als jij dan voelt dat hij dus dat knikje aan de voorkant doet, dat hij het bit ietsjes loslaat, dat hij iets op het bit kan knabbelen, doe jij op je hand licht ontspannen. Op het moment te wachten, op het goede moment, dat is heel belangrijk. Als jij namelijk jouw paard leert op het goede moment aan te galopperen, dan gaat het aangalopperen. Dan leer je hem op een goede manier aan te galopperen. Elke keer als je een hindernis, of in dit geval een balkje rijdt, ga je even meetellen in de galoppen. Dus 1, 2, 3. Goed zo. Yes. Gewoon spoken gehoord en gezien. En weer ontspannen. Iedere keer terug ontspannen. Jij vindt daar niks eng, dus hoeft hij daar ook niet te vinden. En dat moet je ook weer hebben uitdragen. Dat je zegt van, hey, zie je wel, er is helemaal niks in de hand daar. En weer ontspannen. Nog één volgende. Aan je meenouwen. En mag niet iedere keer gaan draven, hè, als je dat zin in heeft. Goed zo. Goed, en dan gaan we daar even naar de set. Kijk dat je nog net iets eerder begint te tellen. Ja, dus niet op het laatst, maar echt eigenlijk al bij dat rood-witte bord. Heel mooi gereden, meid. Super. Hoppa, ook zo maar. Drink hem een keer. Goed zo. Even stappen. Ik heb ze donder te geven. Maar je moet gewoon consequent zijn, hè? Daar hebben we het vorige keer over gehad, maar dat consequent is, hè? Nog een keer uitgelegd, toch? Goed, morgen gaat het nog niet meer in. Dan ga je weer even stil houden. Kijk, hier kan je kijken, dus we pakken hem even extra, dat hij zeker steekt. Goed zo, en dan rustig stil. Zit op je binnen, die drie seconden te tillen. Midden houden, goed zo. En conclusie. We zijn nog lang niet uitgeleerd. Ja, huiswerk weer goed gedaan met de balkjes. Dat ging echt wel beter. Vooral blijven doen, hè, die balkjes. Dat is altijd goed, altijd nuttig voor iedereen trouwens. Gewoon lekker twee balkjes neerleggen of meer balkjes. Je kan heel parcours doen met balkjes. Hè. Mooi recht houden, in het midden houden, recht eroverheen. Galopsprongen meetellen tussen de balkjes. Leren je afstanden te zien op een balkje. En dat kun je dus gewoon heel vaak doen, omdat het is eigenlijk geen springen. En dan kun je dus eigenlijk je springen verbeteren zonder echt te springen. En ja, in principe kun je natuurlijk maximaal een keer of twee in de week springen. Hè? En anders wordt het misschien te veel voor je paard of pony. En balkjes kun je eigenlijk bijna wel elke dag doen. En ja, het springen moet echt nog een beetje, hij moet iets meer op Tessa gaan vertrouwen, Blondie. Ze twijfelen samen eigenlijk nog te veel. En ze brengen elkaar een beetje aan het twijfelen. De ene twijfelt, dan twijfelt de andere nog meer en dan... Ja, komen ze een beetje in een twijfelmodus. Zo, Blondie en ik zijn net klaar bij de les. En door Blondie. Dan gaan we terug naar home. En Blondie weer op stal zetten en zo. Ja. Ik ben in ieder geval wel super trots op haar. Het is vandaag woensdag. Ik heb net online school gehad. En ik ben nu op stal samen met Blondie. Ik heb zo les. Dan zou je denken, je hebt les met Blondie. Maar nee, ik heb les met Verona. Wauw, dat is echt lang geleden dat ik les met Verona heb gehad. Ik zit inmiddels op het vrouwtje.
En ik ga alvast instappen en stukjes draven. En dan heb ik zo les. Ik heb er zin in. En vind het ook een beetje raar om weer een keer op broodjes les te hebben. Maar we gaan het zien. Vandaag hebben we Tess een keer met Verona. Dus ik ga even kijken hoe we samen beginnen. Want ik heb Tess niet zo vaak samen met Verona in de dressuurles. Dus we eigenlijk gaan nooit. Eigenlijk nooit. Dit is de eerste keer. Dit is de eerste keer. Dus ik kijk eventjes hoe het gaat. Ik zie net al dat het best heel lekker gaat. Dus ik heb nog niet heel erg een mening hoe of wat ik wil vandaag. Maar we kijken even hoe het loopt. Corona, je mag wel indragen of inleggen, maar zorg dat het niet in je arm is. Heel bij eigenlijk, bij haar, moet je nog beter voelen waar het zit. Dus waar moet je been geven, waar moet je verbinding houden. En zo, hoe meer je ze tussen twee teugels en twee benen hebt, hoe beter. Heel gedoseerd been geven. Dat je hier weer net als bij Blondie de pas kunt verruimen. Want dat zie je, ze gaan of hard of langzaam. Dus als ze hard gaan wil je een beetje terug en daarna in die ontspanning juist weer ruimere passen. Ja, ja, linkerhand rechtop. Linkerhand rechtop. Want als jouw linkerhand kom is, weet je toch dat jouw linkerarm een beetje strak is. Heel goed. En iedere keer dat je rustig terug. En nog iets meer je been lang houden, dat je alleen de sporten kan gebruiken als echt nodig is. Ja, goed. Heel goed. En toch weer een beetje terug. Zonder dat je hand en been iets anders doen. Ja, toch een bepaalde soepelheid. Dat zij niet het idee heeft dat jij alleen maar dat hoofd naar beneden wil hebben. Goed gedaan, heel slim, Tess. Goed zo. Zo, ja, dan pak je daar toch gewoon even een keer een volte. Draai je maar. Draai maar door. Hop, hou ze mooi recht. Denk aan het tempo. Voel dat het tempo van jou is. Mag een beetje terug. Mag een beetje slomer. Dus jij gaat ook slomer licht rijden. Goed zo, keurig. Is het makkelijkst om ietsje terug te rijden en te ontspannen. En in de galop moeten ze altijd iets naar voren. Anders houden ze de rug te strak. Goed zo hoor, heel goed. Heel goed. Ja, iets meer je hak uitdrukken, dat je knie mooi los is. Zo, ja, goed zo. Twee teugels, heel goed. Eerst weer een beetje naar die overgang, alsof je naar de bijna stap wilt. Dat zij de rug wat meer ontspant. En dan ga je weer naar voren. Dan ga je kijken of je die ontspanning ook in een voorwaartsert of een ruimer tempo kunt houden. Goed zo. Ja. Kaart krijgt net zonder dat je verstijft in je lijf. Heel goed, heel goed. Blijf vast zitten. Goed zo, heel bewust. En tuurlijk gaat zij allerlei dingen verzinnen om het niet te hoeven doen, hè? Zo, ja. Dat is net wat oudere paarden, die zijn ook heel wijs. Zo, die weten precies hoe het lekker voelt. Zo, dus zorg dat je ze net slim af bent. Ze zijn gewoon echt heel erg sterk omdat ze voor licht kunnen strijden. Omdat ze? Ja, ja, dus wees slim. Rijd dus een beetje terug, want als jij terugrijdt, kunnen ze het achterbeen niet afzetten. Als ze hard gaan, dan doen ze dit 1, 2, 3. Maar als ze langzaam gaan, dan moeten ze dit doen. Dan kunnen ze niet naar voren. En dat zie je net zo die paar keer stap en draf. Gaat ze zich eigenlijk heel mooi loslaten. En dat zal niet meteen in het begin. Zeker zo'n wat ouder paard en ook nog een merrie, hè. Het is ook een vosmerrie. Dus die hebben wat meer... Die moet je een beetje warm maken. Goed zo. Dat is net als met wax. Dat kan je niet uit de pot halen en zo op je hoofd doen. Dat moet je even een beetje warm maken. Goed zo. Heel goed gereden. Super. Goedemorgen. Oh, wow, wow. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Goedemiddag, avond. Iets in die richting. Ik was gisteren vergeten om af te sluiten. Maar het is inmiddels donderdag. De ene laatste dag van de weekvlog. Ik ben hier samen met Blondje. Vandaag heb ik les samen met Blondie. Ik had gisteren les samen met Fro. En dat ging eigenlijk wel heel erg goed voor oude dibbes. Ik zit inmiddels op Blondie. Het ging wat sneller dan ik had gedacht. Dus ik zit er al op. Ik moet nu nog ongeveer een kwartiertje, 20 minuten inrijden. En dan heb ik les van Daan. Gisteren hebben we met Verona gereden. Vandaag met Blondie. Ik ga zo eventjes aan Tessa vragen of ze nog tips en tricks van Bianca Schoenmakers mee heeft gekregen deze na de springles. Dus ik denk dat we daar dan eventjes mee beginnen en dat doornemen samen. En even kijken hoe het weer gaat. Even kijken of het fijn is en dan weer daaruit verder breien.
Hoe ging het dinsdag? Bij Bianca. Ja. Ik vond het heel goed gaan. Oké. Okay. Mijn moeder dacht er anders over. Oké, okay, ja. Maar ik vond dat ze. Dat de vooruitgang. Jij voelt dat er vooruitgang in zit? Ja, zeker. Het was wel wat eigenwijzer, maar ja, daar heb ik niet heel. En had jij dan nog het idee dat het een bepaalde hindernis of een bepaalde combinatie was die ze niet wilde of misschien spannend vond? Ja, de vorige keer dat we daar waren vond ze hindernis 3 best spannend. Oh ja. En die vond ze nu weer spannend. Oh ja. En ziet hindernis 3 er nog een soort speciaal uit? Dat is een verplicht. Oh. En die zag er minst netjes uit van allemaal. Oh ja. Dus misschien is het gewoon een beetje deftig. Ja, precies. Die is eigenlijk weer aan een likje verf toe. Ja. Dat, ze zegt gewoon, ik spring er niet overheen totdat er een likje verf overheen is geweest. Ja. Ja, snap ik helemaal. Was dat dan ook de hindernis die dat het een dubbeltje was, 2 achter elkaar of niet? Dat was dan een andere? Oké. Okay. Want die vond ze ook een keertje best spannend, hè? Ja. Ja. En had je dan nog een idee waarom ze die, ja, niet willen vind ik altijd een groot woord, waarom die minder goed lukte? Omdat ik die de keer daarvoor zelf ook heel spannend vond. Ja. Ik weet ook niet waarom. Dus daar doe je dan misschien, want het was eerst een okser en dan de stijl volgens mij, hè? Ja. Ja, en dan natuurlijk, was het 1 of 2 galopsprongen, dat weet ik eigenlijk niet meer. Welke heb je? Die 2 achter elkaar? We hebben het er nu over dat ze er natuurlijk zaten nog eentje. Dat was een okser en dan een stijl. Oh, die met dat blok eronder. Ja, was het niet was de eerste niet iets met groen? Nee. Dus misschien omdat je daar zelf ook minder gedurfd in reed? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dat weet je voor de volgende keer, hè? Dus dat is eigenlijk altijd, hè, met een paard of een pony. Hey joh! Heb jij eigenlijk als ruiter de taak, en dat is natuurlijk met rijden ook wel eens, hè? Als je iets spannend vindt, dat jij eigenlijk blijft rijden alsof het er niet is. Dat is dan natuurlijk ook de taak volgende keer als je gaat springen en je vindt iets spannend, dat je dat eigenlijk bijna niet aan haar laat blijken. Ja. Dat zij dus, en dat je haar dus zo leert, dat ook als jij een keer iets spannend vindt, dat zij gewoon weet dat kan. Goed zo. En ik merk dus, als het rijden even moeilijk wordt, het is net zo ik mijn handtas vasthoud. Maar ik haat het van mezelf als ik het doe. Want ik baal nu eigenlijk dat ik het vroeger niet afgeleerd heb. Ja. Goed zo. Dus denk daarover na. Zo, maak je been nog lang. Ja, goed zo. Het is eigenlijk handiger om je hand rechtop te houden dan als je rijdt. Kom hier. Dan ga ik je laten zien. Ik heb wel een dikke jas aan, dus dat is dan voor de vloggy minder makkelijk te zien. Als jouw duim bovenop is, jij doet je hand naar achter. Waar gaat je elleboog dan naartoe? Ook naar achter. Ja, en dan kan je ook weer naar? Voren. En naar? Achter. Goed. Als jij je duim zo hebt, gaat kijk eens zo. Ja, zie je wat daar gebeurt? Oh, en dan word ik springruiter. Ja, en dan is dit minder soepel. Ja. Zie je, want en zo, dat is veel smeuiger. Zie je dat? Want dan kan die ontspannen. En wat gebeurt, want dit is de oorzaak van die. Je zet die vast, span die maar eens aan. Doe maar eens gewoon je schouder vastzetten. Ja, kijk eens wat hier dan meteen gebeurt. En die gaat dan zo, dan denk je, ja, ben ik strenger. Maar je moet eigenlijk leren om meer dan hier je werk in te doen. In plaats van in dit. Want wij denken als ruiter, niet alleen jij denkt dat, maar wij denken als ruiter, als het een keer moeilijk wordt, dat je zo wat sterker bent. Maar eigenlijk juist niet, want je doet alleen maar je lijf blokkeren. Ja. En jij zit op iets wat beweegt. En dan ga jij zo zitten en daar zit helemaal geen beweging meer in. Dus zorg dat jij, net als met Verona gisteren, dat jij slimmer bent. Dus dat je los bent, waardoor je je hulp kan blijven herhalen. Ja. Goed zo, lekker zitten, knieën los. Wat is een springwissel en wat is een gewone wissel? Een springwissel, dan wisselt het voorbeen iets eerder als het achterbeen. En bij een dressuurwissel moet het achterbeen een fractie eerder als het voorbeen. Daar moet het samen tegelijk. Dus het achterbeen en het voorbeen moeten tegelijk. En nu is het iets meer voorbeen, achterbeen. Maar dat is niet erg. En die wissels, je mag ze door de week oefenen. Maar alleen als je voelt dat je galop goed is.
Ook al zit je op de diagonaal en je merkt, dit gaat niet, rij naar draf. Doe het dan niet. Je kan bijna nog door de week, bijvoorbeeld van de H naar de A rijden. En van de C naar de F. Van de F naar de C, dat maakt niet uit. Maar dat je haar ook leert, eigenlijk wat Bianca vorige keer gezegd op de binnenhoek stond, dat je nu ook een beetje schuine lijntjes gaat galopperen. Zo, en zitten inmiddels weer in de auto. De moeders, die is inmiddels een beetje koud. Ik heb mijn neus. Ik heb mijn neus warmen. Ik heb net de hapjes nog gedaan en de spullen opgeruimd. En ik ga naar huis toe. Tot morgen. Het is vrijdag. Longeerdag vandaag. Van mijn achtermeer, schat. En vooral aan het logeren. Een klein beetje bij. Gezet. Ik zat er ook niet op te gooien. Maar het gaat eigenlijk wel aardig vandaag. Ik denk dat het zo'n beetje pyrogenium nodig heeft. Ik hoor een hoestje. Dat was van draf naar verstoppend draf. Dus meestal gooi ik er dan een beetje pyrogenium in. Van Vitalstijl. Kom weer. En dan is het zo weer over. Ik weet het, mijn lijn is heel los, maar... Goed zo, meisje. Let op. Ga lekker. Braaf voor. En hoe draf. Braaf. Lien en ik zijn net terug. Dit was weer sinds een hele lange tijd dat ik Blondie echt heb gelongeerd. En het ging eigenlijk best wel heel erg goed. Ze luisterden goed, ze letten goed op. Niet vragen. En daardoor vond ik het zelf ook een stuk leuker. Want ik weet niet, ik vind rijden, nou ja, dat is ook wel logisch, rijden leuker dan, dan longeren. Maar nu met bijzet en al van dat soort dingetjes vind ik het toch steeds leuker worden. Super leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Ik heb deze week weer geprobeerd om wat meer te filmen. Ik merkte dat het weer wat minder werd. En dat wil ik natuurlijk niet. Oh. Ja, dat was voor niets. En dan ga ik nu spullen opruimen naar huis toe. Ja, nou, dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe zondagvideo. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op ons kanaal en is toch bezig met klikken op belletje. Een belletje in Zuid-Duitsland. Dat is volgens mij die kant op. Ja, heel erg fijn. Dus dan tot morgen in de live chat.